Ik heb ook jullie passen niet te komen halen. En als ze de geil koesten. Ik heb drie kleintjes gemaakt. Ik vind het een fantastisch initiatief. En ik hoop dat ik dan in 2018 nog mag meemaken dat die er allemaal gezet worden natuurlijk. Vorig jaar hebben we samengewerkt met de kunstenaar Koen van Mechelen en hebben we de mogelijkheid gehad om de Cosmogonen te maken. Dit jaar wouden we ook samenwerken, maar wouden we ook vooral leerlingen ook mee inzetten in het verhaal. Gedurende één week hebben we ter beschikking van deze matrijzen om deze project te doen. Zo'n beeldje dat is eigenlijk een slachtoffer van de grote oorlog, hè, die voorover ingedoken zit. En zo laten we de leerlingen eigenlijk stilstaan bij de herinnering aan de grote oorlog, maar tegelijkertijd op een artistieke manier ermee bezig zijn. De opbrengst van dit project zal de 50% naar een goed doel gaan. De Cosmogonen die speeltjes zijn in het kader van kinderrechten en in het kader van kinderen in oorlogsgebieden, om die terug hoop te geven. Die vormen een deel van een collectie van 600.000 beeldjes die later zullen dus op veld gelegd worden. Symbolisch om dat uit te tonen wat dat betekende, die 600.000 slachtoffers van die oorlog. Dus dat ook visueel duidelijk wordt wat een impact dat dan moet gehad hebben in die periode.